Michelle Zijlstra en ik heb de vakwedstrijden weer voor u gemaakt. En ik ga ze één voor één voor u uitleggen wat het inhoudt. C1. Dat is de heraldische opdracht. En wij weten nog niet wanneer de landelijke dag is en op welke locatie. En daarvoor heb ik een wapen uitgezocht van het Koninklijk Huis. En het wapen is het wapen van koningin Maxima. Het lijkt mij een hele mooie opdracht, want het is zeer divers aan schilderstechnieken en verguldtechnieken. Ik zal eerst even wat vertellen over hoe het wapen is ontstaan. Het is een Nassau-wapen van Willem van Oranje. Daar is mee begonnen, die ligt hier. En naarmate er weer een nieuw familielid bij kwam en een nieuw wapen moest komen, pakte men de oude ingrediënten van het wapen van Willem van Oranje-Nassau met de aanvulling van de persoon die het wapen draagt. Maxima heeft een ovaal wapen, dat is een vrouwelijk wapen ten opzichte het schildwapen wat mannelijk is. De eerste kwartier, vierde kwartier, is zie je de leeuw, de Nederlandse leeuw. Dat staat ook in het wapen van Willem van Oranje en dat is hier dus verdeeld op twee vlakken. Het andere kwartier, de tweede en de derde, is het jachthoorn van Huize Oranje. Het middenstuk is het familiewapen van de familie Sorieta, dus van koningin Maxima. Het geel wat u hier ziet op dit wapen, dat is de goudkleur. Dus al het geel zien wij liefst in een bladmetaal, het bladgoud. Het wit van dit wapen is het zilver. En dat moet dus met een bladzilver of een aluminium blad worden verwerkt. Houd er rekening mee met het bladaluminium, dat is wat dikker dan het bladzilver. Het blauw, wat heraldisch is voor azuur, moet worden geschilderd. Ook het rood, het keel en het groen, het sinopel. De afwerking moet helemaal in een glans. En we zitten tegenwoordig met waterdragen verven die wat minder glans hebben, maar dat wordt geaccepteerd. Waar de jury echt gaat op letten is de weergave en de maatvoering. Hoe plaats je het wapen op het paneel van 60 bij 80 centimeter hoog? In de opdracht moet de tekst gepenseeld worden en de tekst is Koningin Maxima. Dus u mag zelf bedenken wat voor lettertype en het mag ook in een lint gepenseeld worden. Daarnaast let de jury op de kwaliteit en de uitvoering. De kleurtoepassing, dus de heraldische kleuren. En dat zijn niet altijd vaste kleuren, want elke regio had soms zijn eigen azuur of keel of sinopel. En vooral belangrijk is de totale verzorging aan het paneel. Is het netjes, stofvrij, kwastenstrepenvrij, noem maar op. En ik wens jullie allemaal succes met deze categorie, het heraldische wapen.